beeldtitel. Kennisdag UWV. Leven en werken met een visuele beperking. Bezoekers verzamelen zich voor een kennisdag in Congrescentrum Media Plaza. Ellen Jacobs, landelijk manager voorzieningen en reïntegratiemiddelen bij UWV. Ik ben ontzettend trots dat wij als UWV vanaf 1 januari 2024 onze kennis en kunde over voorzieningen die mensen nodig hebben met een beperking, dat we die ook mogen bieden aan mensen met een visuele beperking die nu voorzieningen ontvangen van de gemeente. En ik maak me er persoonlijk enorm hard voor om één loket te kunnen bieden voor alle voorzieningen die mensen met een beperking nodig hebben om de weg naar werk of onderwijs weer te kunnen vinden. De bezoekers luisteren naar verschillende presentaties. Ook zijn er productdemonstraties. Anneke Berghout, beleidsadviseur Oogvereniging en Zelfblind. Arbeidsdeskundigen en voorzieningen van het UWV hebben mij altijd door mijn loopbaan heen geholpen. De juiste braille leesregel, screenreader, scansoftware en draagbaar notitieapparaat hebben me altijd geholpen om de dingen te kunnen doen die in mijn functie nodig waren. Maatwerk is echt zo onwijs belangrijk. Er zijn hele grote verschillen in de groep mensen die blind of slechtziend zijn. Blind geboren, later blind geworden of slechtziend. Iedereen heeft iets anders nodig. Probeer daar rekening mee te houden binnen de bestaande kaders. Dan ben je echt waardevol als arbeidsdeskundige. Visueel beperkte en ziende bezoekers genieten van een lunchbuffet. Annelies Lichtenberg, adviseur en projectleider. Het belang van één informatie- en adviespunt voor werken met een visuele beperking is dat er één punt komt waar mensen alle informatie kunnen vragen en kunnen lezen in een portal en telefonisch advies kunnen krijgen. Het tweede punt is dat mensen ook goed verwezen worden en niet meer van het kastje naar de muur, maar gelijk naar waar ze goed geholpen kunnen worden. Bij een presentatie van een doofblinde vrouw ervaart een bezoeker hoe het is om doofblind te zijn. Hij zit geblinddoekt op het podium met een hoofdtelefoon op. De vrouw maakt het publiek aan het lachen. Tijdens een borrel wordt druk gecommuniceerd en gelachen. Logo UWV. Kijk op uwv.nl/voorzieningen.